Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 18 mei van Weerplaza. Het is een best fraai weekend. We zien een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend is het op veel plaatsen droog en stijgt de temperatuur naar 16 graden. De wind houdt het tamelijk rustig. Vanmiddag komt er langs de kust een wind van zee te staan. Het wordt 20 tot 23 graden en dat is voor het eerst in deze maand mei dat het zo warm wordt. Wel is de lucht onstabiel en kan er verspreid over het land een enkele bui ontstaan met kans op onweer. Vanavond koelt het af naar 16 graden. Er is nog kans op een enkele bui, maar op veel plaatsen blijft het in de avonduren droog. Morgen is het ook best aangenaam met 20 tot 24 graden in de middag. De zon schijnt eerst geregeld, maar net als vandaag ontstaan er vooral in de middag een paar buien met kans op onweer. Ook maandag is kans op een enkele bui en is het nog warm met 'smiddags 20 tot 21 graden landinwaarts. Langs de kust is het koeler. Vanaf dinsdag wordt het in het hele land koeler met middagtemperaturen van 15 tot 18 graden. En is het ook nog licht onstabiel. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.